Welkom bij Cineac Delfshaven. Cineac Delfshaven is voor mij, punt uit. We kijken naar de vorderingen van het Waterplein bij de Bellamystraat. Mijn naam is Daniel Goebloed. Ik werk voor het programmabureau Duurzaam in de uitrol van Waterplein binnen de gemeente. Hier komt het eerste Waterplein in Rotterdam. En het Waterplein dat is eigenlijk een concept om te gaan met hevige regenval in de dichtbebouwde stad. Dus hoe kunnen we nou in de dichtbebouwde stad juist regenwater een plek geven, zodat het geen overlast meer geeft voor de bewoners en tegelijkertijd een aantrekkelijke buitenruimte inrichten. Dit wordt zeer binnenkort opgeleverd, dus op 17 november is de oplevering gepland. Okay. En wat moet ik me daar precies onder voorstellen? Onder een waterplein. Ja. Nou, het waterplein dat is eigenlijk een mooi principe. Is dat wat je doet is je haalt het hemelwater vanuit de omgeving. Dat laat je oppervlakkig aflopen naar een verdiept aangelegd stuk plein. En daar hou je het tijdelijk vast op een aantrekkelijke zichtbare manier. En als het dan stopt met regenen, dan laat je het weer terug afvoeren naar het bestaande watersysteem. En met wie heb ik de eer? Rick de Nooijer, ontwerper van de gemeente Rotterdam. Oké, en wat is uw functie in dit project? Nou ja, ik ben dan een landschapsontwerper, noemen ze dat. En dan maak je ontwerpen voor de buitenruimte. En hier is in dit geval heb ik een ontwerp gemaakt voor een parkje. Een parkachtig plein. En wat tegelijkertijd ook een waterplein is. Mm-hmm. En hoe gaat het eruit zien? Nou, het wordt eigenlijk een heel groen parkje. Zo groen mogelijk. Maar vrij centraal maken we dan een waterplein. Anja van Rijen van het Hooggemeenschap van Delfland. Okay. En wat is uw functie hier vandaag? Ik ben vandaag hier om uit te leggen waarom Delfland ook belangrijk vindt dat ontwikkelingen als deze, een waterplein in de stad, plaatsvinden. Mm-hmm. En wij dragen er ook graag aan bij, want Delfland is verantwoordelijk voor droge voeten en schoon water. Dat zijn een van onze kerntaken. En het is een druk bebouwde stad als Rotterdam, en zeker hier in Spangen, gewoon heel erg moeilijk om ruimte voor water te vinden. Vandaar dat zo'n innovatief idee als een waterplein een hele belangrijke kans is om de wateroverlast te verminderen. En dat is voor ons ook heel erg interessant om te kijken van wat doet dat met water tot de waterkwantiteit. Dus hoeveel water komt dan nog terug in de singel? En wat doet het ook met de waterkwaliteit? En nu, wat praat wat? Wat zou u vragen als u de interviewer was? Wat praat? Oké, dit oké. Wat? Nee, corrigeer ze, nee. Wat? Wat? Zeg taki? Zang! Wat praat wat? Eske de goede heidi. Zang! Wat? Wat praat? Wat? Als jij nou in mijn rol was, wat zou je de mensen hier willen vragen? Ja. Hebben jullie nog geld? Zit er nog geld? Dat vraag ik me af. Ja? Ja, want ik heb het idee dat er helemaal geen geld meer is. En dat zou ik willen vragen. Hoe gaat het? Ik weet het ook niet. Ik heb zoveel aan mijn hoofd dat ik weet niet wat moet ik vragen.
Ja, alles is al geweest. Dat is in Griekenland. Ik weet het echt niet. Nou, we kunnen het over het weer hebben, maar dat is al afgezaagd, hè? Oh, even wachten hoor. Ik moet ook heel eventjes omschakelen, want ik ben het heel niet gewend. Wat zou ik willen vragen? Ja. Hoe denk je dat het komt dat het tegenwoordig zo vroeg en zo jong en zo kinderen geworden worden? Ik kan niet zo heel erg gauw in jouw huid kruipen. Nee, het moet niet mijn huid zijn. Als jij nou de regie in handen hebt. Ja, dan moet ik zeggen. Dan moet ik zeggen, nou, we zullen het eens over hebben. Ja. Nou, ik weet het echt niet. Dan ben ik voor tanden voor het eerst. Kijk, weten. Hoe jij overdenkt wat verdraagzaamheid is en of we in Nederland wel verdraagzaam zijn tegenover elkaar. Wanneer stadstoezicht een keer georganiseerd gaat werken. Dat zou ik graag willen weten, of ze het hier wel naar de zin hebben. Ja. En of ze de kaas wel bij de kaasboer halen. Weet je wel? Zijn we wel zo tolerant en zijn we wel zo verdraagzaam? Mm-hmm. Want als het erop aankomt, in elkaar helpen of iets, dan heb ik mijn twijfels of we wel zo verdraagzaam zijn tegenover elkaar. Ja, hoe vraag je dat? Ben jij wat? Nou ja, ik heb niks over te zeiken. Ik heb alleen, nou ja. Ja, en wat die politievrijwilligers op de markt doen, dat snap ik ook niet helemaal. Want ze hebben precies dezelfde bevoegdheid als jij en ik. Want als jij iets ziet stelen, is het zelfs je burgerplicht om diegene met alle mogelijke middelen aan te houden. En dat is het voor iedereen eigenlijk. Alleen dat weet niet iedereen. Wat praat? Oké, dit oké. Wat? Nee, corrigeert ze, nee. Wat? Wat? Zeg taki? Zang! Wat praat wat? Esket wil het niet. Zang! Wat? Wat praat? Wat? En nu de officiële opening van Wiffel Waffel, speeltuin aan de Maas in Schiemond. Ik ben Rinette Schotsborg, voorzitter van speeltuin Wiffel Waffel. En wat gebeurt er vandaag? Nou, vandaag is de officiële opening van speeltuin Wiffel Waffel. We hebben een aantal jaren geleden hebben we hier een andere speeltuin gehad. Dat was speeltuin George en Jimmy. Maar er zijn een heleboel veranderingen geweest, bestuurlijk. En toen hebben we gedacht, weet je wat, we gaan gewoon deze stichting een andere naam geven. Nou, ik ben Wafa Saidi, bijna 23 jaar. Ik woon zelf in Schiemond al een paar jaar. En daarnaast ben ik ook zelf ik heb eigen vereniging, Jongerenplatform Schiemond. En sinds geleden ben ik ook bestuurslid, algemeen bestuurslid van de stichting dan de speeltuin Wiffel Waffel. En voor de rest studeer ik integraal veiligheidskunde op de Haagse School in Den Haag. Ja. Wat vind je het belang van een speeltuin in de wijk? Nou, wat heel belangrijk is, waarom zeg maar, ik ook zeg maar, deel heb genomen aan zo'n aanbod, is dat ik heel graag, ja, zo ben ik ingesteld eigenlijk om wat we te betekenen voor de ander. Hoi, kun je vertellen wie je bent? Ik ben Nadelson Mendes Moreira en ik ben op stage hier bij speeltuin Wiffel Waffel. Wat vind jij het belang van een speeltuin in deze wijk? Ja, het is goed voor de kinderen, kunnen ze lekker gebruik maken van onze dingen die we hier hebben. Kunnen ze spelen, speeltuin natuurlijk. Beter dan buiten gewoon hangen. Wie zijn jullie? Wij zijn stagiaires. We komen van de buurt Ouders en Wijktoezicht van Altagracia Vaarnold. En we komen hier de buurt weer een beetje opfleuren. Want jullie gaan samenwerken met de speeltuin? Ja. Klopt, ja. En waar moet ik dan aan denken bij die samenwerking? Het begeleiden van kinderen in de speeltuin en een beetje bezig zijn met ze. En dat gebeurt op vrijwillige basis dan? Of stagiaire voor een scholing? Ja, voor school is het. En wat helpen jullie hier te leren? Hoe je met de kinderen moet omgaan, maar ook hoe de kinderen van nu zijn. Want
Ja, sorry. Ja, zijn de kinderen van nu anders dan vroeger? Ja, echt wel. Je ziet echt dat ze veel brutaler zijn en onhandelbaar, zou je het een beetje kunnen noemen. Dus je leert een beetje mee de tijd ingaan. En zo met kinderen te werken. Nou, lieve mensen, we staan hier met elkaar om een gewichtige daad te verrichten. En waarom gaan we die gewichtige daad verrichten? Want onze speeltuin is vandaag geboren. Er is een nieuwe baby. En die baby die heet Wiffel Waffel. Wiffel Waffel is denk ik, het past ook wel een beetje in de wat goed is in Schiemond. Die hoort bij datgene wat Schiemond ook is. Namelijk mensen die zelf en vanuit hun hart en ziel voor deze wijk zich inzetten. Zullen we even kijken? Elkaar moesten we toch wel een andere koers gaan varen. Dat wilden we zelf. Want in deze tijd van crisis en in deze tijd van allerlei grote veranderingen, zal ik maar zeggen, ook in de wijk, hebben we gedacht van, we moeten het echt het roer omgooien. Wat kan je allemaal doen met de kaart die je hebt gekregen? Ik kan dat op tv. Mag ik het even kijken? Ja, wil je het hardop zeggen? Gatenkaartspel, wachtspel, wimmerspel, dierengeluiden, ezelsreklik, skelter, stem, vier op een rij, luchtkussen, suikerspin en drinken. En drinken. En een suikerspin ook? Hebben we wijzen? Ik ga suikerspinnen. Zijn jullie blij dat de speeltuin weer open is? Ja, heel graag. Gaat het echt op de wijn? Op het nieuws? Op Rotterdam TV. Ik zie de toekomst niet somber in. Want we weten dat die bezuinigingen eraan komen of al zijn. En daarom dachten we van de ouders op te roepen van de kinderen die hier in Schiemond wonen. Om als vrijwilligers zich op te geven. Want een aantal jaren geleden, 20 jaar geleden, was er geld genoeg om krachten te betalen om dit werk te doen. Maar aangezien er geen geld meer is, denk ik dat we nou de handen in elkaar moeten slaan als wijkbewoners om deze speeltuin te behouden voor de kinderen. Dus niet de betaalde krachten zullen het werk in de toekomst moeten doen, maar ouders moeten veel meer hun stem laten horen. Ze moeten aangeven, ze moeten niet alleen maar denken van men gaat activiteiten voor ons organiseren, want daar is geen geld meer voor. Ze zullen het met elkaar zelf moeten doen. Want wat zeggen ze nou? It takes a whole village to raise a child. En aangezien we die hulpverleners niet meer kunnen betalen, zullen we het met ouders moeten doen. Speeltuin! Nog één keer. En dit is de speeltuin! Vind je het leuk dat de speeltuin weer open is? Ja, ik ben heel erg blij, want ik hou van deze speeltuin. En ik kom er heel vaak naartoe. Je kwam vroeger ook al, toen het nog George en Jimmy heette. Ik dan een keer. Ja. Bye. Hoi, ik ben Sikena. Zijn jullie blij dat de speeltuin weer open is? Ja, hij was al 3 jaar. Doe je open? Hij was gisteren ook open. Hij is helemaal niet gesloten geweest. Nee, dat vind ik heel leuk. En als dat u hebt verteld, dan is het echt een leuk, grote leuk. Oké. Okay. En je kan ook heel veel doen. Dus ja, is ook heel leuk. Bye. En nu de heropening van de nieuwe binnenweg. Hans Oost van de Winkeliersvereniging krijgt de Erasmusspeld opgeprikt. Tevens wordt de MKB-prijs voor leukste winkelstraat uitgereikt. Hey,
Beste mensen, een goed verhaal, Nieuw Binnenweg. Op een aantal onderdelen ook een goed voorbeeld. Nou, de samenwerking tussen ondernemers, winkeliers, of winkelend publiek, gemeente, deelgemeente, RET, woonstad, uw vastgoed. Er zijn natuurlijk wel heel veel partijen bij betrokken om dit in beweging te krijgen. Nou, hartelijk welkom allemaal op onze nieuw heringerichte Binnenweg. Nog steeds volop in het revitaliseringstraject. Ik zal niet te veel in het verleden kijken, want dat hebben de vorige sprekers al min of meer gedaan. Ik kijk meer naar de toekomst. Ik zei altijd tot een jaar of 5 geleden, het glas is half leeg. Het werd toen half vol, het is nu 3/4 vol en wij willen graag het glas vol maken. En dat gaan we ook voor elkaar krijgen met hulp. De wethouder gaf het al aan. Het is niet zoals in het verleden, dan was de herinrichting klaar, er werd een lintje geknipt. En dan trok de karavaan de stad in en dan, ja, dan stond het stil zonder onderhoud. En dan een jaar of 5, dat hadden we 15 jaar geleden met de vorige bestrating. Dan na 5 jaar dan denk ik, goh, 5 jaar geleden was het hier toch netjes en nu is het niks meer. Dus ik hou u aan uw woord dat u zegt van, nou, we zullen hier aandacht aan besteden en de revitalisering ten einde brengen. Want er zijn nog altijd een aantal punten die openstaan, wat u ook weet, een paar panden die nog gedaan zullen moeten worden. De invullingen die nog gedaan zullen moeten worden, de branchering is ook nog zeer van belang, want we kunnen nu pas onze binnenweg verkopen. De afgelopen 5 jaar hebben we het getracht te doen, maar dan komt hier een nieuw ondernemer en zegt, nou, oh ja, 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 maar nu kunnen we iets presenteren. Vandaar, Hans, is het mij een genoegen om jou te eren. Nou, dank u wel. Met wat? Ja, maar ja, goede plek. Misschien zullen we maar... Dat mag je zelf kopen. Ik heb genoeg om jou te eren met een Erasmus-veld. Dat is het hoogste onderscheiding. De eigenlijke drijfveer is natuurlijk dat ik opgevoed ben in een feit van een samenleving. En het woord zegt het al, samenleving betekent samenwerking samen. Dat is niet monoleving als je overal tegen bent. Dan... De vrouw die alles mogelijk heeft gemaakt, tenminste mij de vrijheid heeft gegeven om te doen wat ik gedaan heb. Laat ik het zo stellen, want dat heeft natuurlijk menig avond gekost. Maar de onderliggende gedachte is de samenleving, net wat ik u zeg. Het woord zegt het, dat doe je samen. Dus dan moet je samenwerken en eruit komen samen. En dat geldt voor alle geledingen. En Carlos weet het wel natuurlijk, met de opvang van de drugsverslaafden, absoluut. Dat moest erbij kunnen, maar vol is vol. Dan is een keer is de limiet bereikt natuurlijk als de rode stippenkaart uitbouwt. Dan moet dat iets anders. Maar ja, dat was onderdeel ervan en dat was erin te passen. En dan vind je er zijn. En, wat u aangaf richting bewoners, ja, dat gaf heel veel aan, maar richting bewoners natuurlijk. De belangen van een ondernemer en een bewoner in deze wijk zijn voor 99,5% hetzelfde. Wij willen een mooie, schone, hele veilige winkelstraat, een veilige, schone, hele buurt. En dat wil een bewoner ook. Daar is voor de deur een hele bijzondere tegel in het plaveisel gelegd. En dat is de tegel voor de winkelstraatprijs 2012 van MKB Rotterdam. Die wordt zo dadelijk officieel onthuld door MKB Rotterdam en de ondernemersvereniging. De RET, ik was als kind nooit goed in jaartallen, maar ik probeer het nu uit mijn hoofd. De RET bestaat sinds 1887. De Binnenweg. Altijd een tram geweest. De eerste jaar reed hier een stoomtram. Na een paar jaar is dat een paardentram geworden. Altijd hier, vanaf het allereerste begin. De allereerste dag. De derde was in 1906, kwam hier de elektrische tram. In 1904 is de elektrische tram in Rotterdam gekomen en hier in 1906. En die allereerste elektrische tram die ooit in Rotterdam heeft gereden, hebben we nog steeds. En hij rijdt ook nog steeds. Het is een kostbaar bezit van Romeo. En voor Romeo eigenlijk een kostbaar bezit van de stad ook. Want wij zijn de enige in Nederland. Maar van iedere tram die ooit in de stad gereden heeft, van ieder soort tram, hebben we er nog een. Je moet de voorste twee deuren van de tram pakken. Want bij die achterste deur heb je zo'n kier die je moet overbruggen. En dat wil ik. Kortom, ik stop, anders ga ik een half uur door. Van harte gefeliciteerd. En kijk straks goed mee, want je rijdt in het mooiste trammetje dat er ooit geweest is. Thank you.
ايام البرد ايام الشتيه والرصيف بحيره والشارع غريب تجيهاك البنت من بيت العتيق ويقلا انطريني وتنطر عالطريق ويروح وينساها وتتبل بالشتيه Winkelstraatprijs van MKB Rotterdam gekregen. Daarvoor is een tegel hier in het plaveisel van de week is daar neergelegd. En ik zou graag voor de onthulling van die tegel graag het woord willen geven aan de heer Henk van der Beek, vicevoorzitter van MKB Rotterdam. Alsjeblieft. Dank u wel. Nou, van harte welkom allemaal. De festiviteiten kunnen niet op, maar... MKB Rotterdam maakt zich sterk voor het ondernemen in de stad. En ons motto is verbinden en versterken. Maar we weten uit ervaring dat samenwerken niet altijd een automatisme is bij ondernemers. En dan met name winkeliers. We gaan het niet te lang maken, want het enthousiasme neemt verder toe. Maar wij hebben, om het ondernemen bij winkeliers te stimuleren, hebben de Winkelstraatprijs in het leven geroepen. En vorig jaar is gesteerd is. En de normen die we hanteren zijn zaken als samenwerking, een stuk innovatie. Maar ook eigenlijk knokken af en toe tegen de stroom in en toch je weg blijven doen. Wij zijn zelf ook trots dat we... Oh, leuk. Nou, zullen we hem samen even vasthouden? Dan, willen we het graag zien? Ja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Oké, nogmaals, van harte gefeliciteerd. Nou, dank u wel. Ik had het in de lifetime al een beetje gezegd en er is al wat over gezegd, maar dank u wel voor die prijs. Ja, voor mij is het gewoon, ik heb gedaan wat ik dacht dat goed was en we hebben hem gekregen. Top, dank u wel. Dank u wel. Volgens mij moeten we snel vluchten, want het begint te regenen. Het waait even, maar de weergoden zijn ons toch nog redelijk gezind. Het is nou de bedoeling dat we weer in de trammetjes stappen. En dan gaan de trammetjes tot aan de Schravendijkwal. En let op het bijzondere moment, dames en heren. Vandaag is de Schravendijkwal en de binnenweg daar open gegaan. Ze waren tot vanmiddag 3 uur bezig om dat voor elkaar te krijgen. Het is weer open, er kunnen weer gewoon auto's door de binnenweg. En wij zijn het eerste... trammetje wat daar... Ik ben Ties. En je bent genomineerd voor de Op Zomer kan je? Eén van de drie. Kan je me vertellen wat jullie gedaan hebben of wat jullie nog gaan doen? Nou, we gaan plantenbakken maken daar. En dan gaan we planten in doen. En dan kan je dan gewoon
iedereen uit de buurt kan daarvan eten. Met wie doe je het samen? Met een paar vrienden hier uit de buurt. Mm-hmm. En waarom gaan jullie dit doen? Het leek ons een leuk idee, want we kregen allemaal zo'n brief van opzomeren. En daar stond in dat je gewoon een idee kon houden. Mm-hmm. En daar kreeg je dan geld voor. En toen kregen we te horen van dat ons idee heel goed was en dat we mee konden doen aan de opzomerkanjer. En dat was natuurlijk nog leuker. Kan je daar ook nog wat mee winnen? Ja, daar kan je een sponsorpakket en geld nog extra geld mee winnen voor jouw idee. Nou zie ik dat er al bakken staan. Wat is er nieuw of anders aan jullie idee? Nou, deze bakken zijn van de mensen daar en wij willen het ook van de buurt houden. En dat is wel leuk, want dan kan iedereen ervan eten. Okay. Iedereen mag ook echt komen eten hier of dingen komen plukken? Ja, plukken. Tomaten, komkommer, pompoen. Want die groente die hierin staat, het lijkt wel of die blijft staan. Of gaat iemand het nog opeten? Ja, dat weet ik niet. Het ziet er ook niet heel erg goed onderhouden uit. Maar wij gaan er wel dagelijks langs om te kijken of het er goed uitziet. En plukken als het rijp is. Wanneer gaan jullie dat doen? Want het wordt nu eigenlijk toch een beetje kouder. Wacht je tot het voorjaar? Ja, we zijn nu bezig met die bak aan het maken. Okay. Dat doen we bij mij thuis. En in het lente gaan we alles planten. En dan is het in de volgend jaar in de zomer is dat klaar. Okay. En gaat iemand jullie daarbij helpen? Of weet je zelf hoe je alles moet planten en hoe je alles moet verzorgen? Mijn vader helpt me er wel bij. Okay. En verder doen we gewoon alles zelf.